What the fuck is dat, maat? Ah, ik wil het niet weten. Ik wil het niet weten. I'm gonna die on the inside gewoon. J-School. What's up, J-School? Hey, hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar. En ik maak elke dag een nieuwe video voor jullie om 5 uur. Soms 6 uur. Soms 7 uur. En soms niet. Sorry dat dat gebeurt. Maar goed. Wish. En nog eens een Wish. 2 pakketjes ontvangen van Wish. Ik weet wat ik heb besteld, dus als ik dan deze zie en ik voel, kan ik ongeveer wel gokken waar het erin gaat zitten. Ik heb namelijk een jas besteld op Wish. Voor de mensen die het niet weten, ik draag geen jassen. Heel mijn omgeving weten, al mijn vrienden en families weten, hè, families. Want ik heb er 7. Die weten allemaal dat ik dus geen jas draag. Waarom niet? Ik weet dat niet. Dat zit nooit niet goed. Dat zit niet chill. Weet je wel? Dat zit altijd zo klem en dat je in de auto zit te rijden en geen jas aan. It's awful, gastjes. Of niet? Zwaar, hè? Maar ik kwam op Wish tijdens dat ik aan het scrollen was een jas tegen. En ik dacht, ik ga die gewoon bestellen. En ook nog eens een kei lelijke jas. Ik kan even een foto laten zien. Dit is de jas die dat ik heb besteld. Ik ben heel benieuwd hoe dat hem eruit gaat komen. Wat ik nog heb besteld, wat vandaag is aangekomen, is deze doosje. En ik stel mijn eigen hier al vragen bij. Want, ja, lekker hè. Lekker rieken zou je Pablo lekker rieken. Ik heb namelijk dit besteld. Dat is dus een redelijk grote lamp. En dat je die insteekt in zo'n kastje om van kleur te veranderen en van die shit. Ik stel mij één vraag. Waarom zit die lamp, dat er redelijk groot uitziet, in deze doosje? Deze doosje is letterlijk mijn hand. Oh, Wish, wat doen jullie toch altijd? Dus ik ben super benieuwd wat er hieruit gaat komen. Misschien hebben ze ook gewoon een ander product gestuurd. Dat kan ook. Dat gebeurt ook, dat je soms een product bestelt en dat je dan gewoon helemaal iets anders krijgt. En ik heb wel een gevoel dat dat hier het geval gaat zijn. Maar ik zou zeggen, laten we starten met de jas. Dat is ook altijd zo geweldig ingepakt, hè. Je ziet ook perfect wanneer je een Wish-pakket hebt besteld. Als je dat gaat afhalen bij de post, is dat letterlijk zo van mensen die dat Wish kennen weten dat ik nu shit heb besteld, dat gewoon rommel is. Yeah. Echt zo rieken zo. Ja, het riekt naar goedkope brol. We hebben niet zo'n Wish besteld. Oh, dat is echt zo'n een jas dat ik droeg toen ik 16 was. Dat is echt niet oké dat ik dat besteld heb. Ik ga dat ook niet dragen trouwens, just saying. Binnenkort zo in alle vlogs zie je gewoon mij waarschijnlijk met die jas. Het zijn koude dagen, mensen. Ik steek het daarop. Oké. Wat is dat? Ah, dat is die pels. Die moeten er zelf nog aan naaien, of wat? Oké, dus ik heb de jas en ik heb de pels apart in een zak gezeten. Oh, dat is lelijk. Ik heb de foto nu niet recht voor mij. Maar ik kan me niet herinneren dat er van voor hier zo'n gouden rand was. Ofwel. Ik kan me dat echt niet herinneren. Het is van het merk Who's Hiffing. Voilà, zei. Maar dat is wel heel groot precies. Die maten zijn ook anders, hè? Dus ik wist niet goed waar ik moest pakken. Oké. Waarom hangt er hier slijm van u, Pablo? Serieus? Oh, Wish. Wauw, weet je? Van maat valt het wel mee, denk ik. Ah, mijn haar. Ik heb hier de kap. Maar die pels moet er nog rond, hè? Oh, dat is met knoppetjes, dat is degoutant. Ik moet dat er even rap rond doen. Allee, rap. Dat zal te zien zijn natuurlijk. Het is ook fijn dat je dat zo in een soort van bouwpakket krijgt, dat je het zelf nog in elkaar moet zetten, want dat hebben we gevraagd. Maar ik krijg na gewoon al zenuwen. Ik krijg dat er niet rond, hè. Ik ben zo benieuwd naar dat klein pakketje, maat. Dat gaat zo'n fail zijn. Ik moet zeggen, het lijkt wel een vrij stevige yes. Dus ik kan daar momenteel niet veel op zeggen. Al zou ik misschien ook eens een test moeten doen of dat hij wel bestemd is tegen alles, zoals water. Ook al weet ik totaal niet of ik een regenjas besteld heb, maar goed. En tegen heel kou bijvoorbeeld, om te zien of ik het wel redelijk warm heb. Want dat is meestal het doel van een jas. Oh, my life! Oké. My god, ik ben nu echt al een half uur bezig met gewoon die pels eraan te doen. En ze biedt, is dat zo klaar en is het er waarschijnlijk zo helemaal verkeerd op. Ik hou niet van prutswerk. Nee, ik hou wel in het algemeen gewoon niet van werk. Amai, ik had er dan gewoon rond, maat. Een molletje zin. Nou, dat was een soort van echo-imitatie, omdat ik me eigenlijk nogal vrij eenzaam voel. Deze video duurt 15 minuten en gaat puur over hoe je een knoop dichtmaakt. Tutorial knopen dichtmaken. Goed, het zit er rond.
Goh, dat is hem dus. Ik vind hem niet zo mooi. Omdat dat gewoon geen mooie jas is, vind ik. De pels zit er ook op. Het trekt ook op niet veel. Maar oké, weet je, als het echt is koud, zal ik je misschien wel eens aandoen. Maar niet voor echt buiten te komen in het openbaar. Het is meer gewoon voor, ik weet niet, van achter in een tuin iets te pakken of zo. En ik pak nooit iets van achter in een tuin, dus die jas is waarschijnlijk voor de vuilbak. Beter nog, ik gebruik hem gewoon om een dikke reet erop te planten. Lekker. Oh, warmte. Yeah, ik ben zo benieuwd naar deze, maat. Deze kan niet goed zijn. Deze kan niet goed zijn. Ik weet wat ik je besteld en als dat zo groot is, dan kan dat niet goed zijn. Let's go. What the fuck is dat, maat? Ah, ik wil het niet weten. Ik wil het niet weten. I'm gonna die on the inside gewoon. Oké, wacht. Voordat we verder gaan, ik ga jullie eerst nog eens de foto laten zien van wat ik degelijk heb besteld. Dit heb ik besteld. Een mooie glazen bol die je naast je bed kan zetten. En als je die insteekt, kan je het van kleurtjes laten veranderen. En dit is hetgene wat ik krijg, mensen. Een fucking toverbal dat je in de gazettenwinkel kunt kopen. Deze kan niet. Oh my god, deze kan niet, gastje. Zie. Dat patroon staat er gewoon al op. En dat is letterlijk like, een tennisbal in mijn hand. Al moet ik zeggen dat er mooie versieringen in zitten. Dank u daarvoor. En er zit ook een kastje bij voor het licht aan te passen. En een USB-ding. Ah ja, en dan nog een zelfbouwpakket van blokjes waar dat je hem dan uiteindelijk op kunt zetten. Deze is toch een grap, of nee? Wow, what the fuck. Dat is mijn eerste bestelling van Wish dat echt te veel is. Als in, niet wat ze beloofd hebben. Hoe zit dat ook in elkaar? Dus je stikt dat zo en dan stikt er dat zo. Zo. Hè? Zo. Zo zou dat moeten zijn, of hè? En dan? Kenny! Ik snap er de ballen van, maat. Ah, zo. Zo zou dat moeten zijn. En dan kun je dat er zo... Dat kan toch niet? Oh, my life! Dat is echt niet oké, deze gastje. Serieus! Deze is groter. Dat is zo'n kaarsending. Dat is gewoon nog... Ik kan dat er gewoon over zetten als ik wil. Deze is echt niet oké. Oké, goed, zo. Dan maar even inpluggen en zien wat voor mottige lichtjes dat eraf komen. Ik ben zo benieuwd, maat. Dat kan niet. Dat kan niet dat effect geven. Dat kan niet. Oké, er brandt een lampje. Zeg dan niet dat dat eerst 7 jaar moet oplaaien, hè, voordat dat werkt. Oké, wacht. Ik ga al even meepakken naar een andere ruimte. Waar ik die even in de computer kan steken, want ik heb hier niks in de buurt. En dan kunnen we eens kijken in een donkere ruimte hoe mooi dat het licht is. Oké. Dus ik heb het hier. Ik heb het hier. En dan zitten we dat aan. Gebeurt er eigenlijk wel iets? Zeg nou niet dat er batterijen in moeten, niet gensje. Ah, ik moet papiertje eruit trekken. Yeah, logisch. Ja! Het trekt echt op niks, maat. Rood. Oranje. Zie, dat flikkert zelfs, maat. Wat is dat? Nog ander. Ik kon even het licht uittonen. Echt. It's like a special moment. dat kan toch niet? Allee, gastje. Dat is echt te droog voor woorden, deze. Groen. Oh, mooi groen. Prachtig. Ja. En hier blauw. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, deze is echt de grootste fail ever. Wit. Ja, mooi wit. Zie, zo zag dat eruit op de afbeelding, maar dan gewoon wel veel groter. En ja, dat leek alsof het de lichtjes en al langs de binnenkant kwamen. Niet dat dat erop geschilderd stond, hè, maat. Kan niet met dat volk. Maar ja, weet je, zie, ik kan het anders bezien. Ik heb een nachtlampje, hè. Dus dat is wel goed, denk ik. I cannot go met je wishmaat. Ik heb ook geen idee hoeveel dat deze gekost heeft. Waarschijnlijk een euro of zo. Maar je verwacht echt wel iets moois, weet je. Ik heb eigenlijk nog nooit op Wish gehad dat ik iets besteld had. Wat dan niet echt leek op het origineel. En deze is het eerste
Waarvan ik dadelijk kan zeggen, vanaf de eerste seconde dat ik dat opendeef en ja, deze is echt een fail. Dat trekt er gewoon echt niet op. Maar ziet die foto, oké, zie nou gewoon naar deze mensen en zie naar die foto. Alsjeblieft, zie die foto. Ook de grootte ervan, hè. Op de foto is dat veel groter, hè. Gesje, niet zeveren. Swat, dat waren twee wishproducten die dus zijn binnengekomen. Ik hoop dat je deze een leuke video vond. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog of video. Doei!